Ruim 2 weken geleden, voor de uitwedstrijd bij NAC Breda, werd Denneboom al voorlopig uit de selectie gezet. Toen hij daarna terug mocht keren, was hij niet van plan om zijn gedrag te verbeteren. Ja, ik ga gewoon verder hoe ik bezig was. Gewoon lekker voetballen en hopen dat ik weer aan spelen toe kan. Dat zal dan in elk geval niet bij Sparta zijn, want de clubleiding is helemaal klaar met het gedrag van de aanvaller. Toen hij bij Sparta kwam, woog Denneboom al te zwaar. En ook qua werklust viel er het een en ander op hem aan te merken. We hebben het aangegeven echt in een keer in een gesprek waarin een soort laatste moment zat. Nou, en daarin heeft hij, dacht ik, gezegd, in ieder geval hebben we dat samen zo bedacht om op een goede manier weer verder te kunnen met elkaar. Maar goed, dat is afgelopen week in woord en daad eigenlijk niet gebleken. Romano Denneboom is ook bij FC Twente niet meer welkom. Omdat zijn contract aan het eind van het seizoen afloopt, is hij nu al transfervrij.